Kelfam, ik ben hier met mijn allergrootste vriendin ter wereld. We kennen elkaar uit het verre Groningen. Van de basisschool, Kim Veenstra! Yes! Elkaar, Groningen was good, man. Ik loog. Kim en ik kennen elkaar net een kwartier. Ja. Alles goed? Ja, met jou? Ja, het gaat hartstikke goed. Ik vind het fantastisch dat je er bent. Ik ben altijd een beetje nerveus om te filmen met mensen die ik nog niet zo goed ken. Dus ik dacht, dat zeg ik alvast van tevoren even. Mocht ik nou straks nerveuze trekjes vertonen, dan komt het daardoor. Oh, oké. Ja, is goed. Ik zal er eventjes aan denken. Voor de mensen die niet weten wie Kim Veenstra is, stel jezelf eens voor. Wie is de vrouw achter Kim Veenstra? Wie is de vrouw achter Kim Veenstra? Nou, vertel er zijn zoveel vrouwen achter Kim Veenstra. Zo veelzijdig. Meerdere persoonlijkheden. Ja, heel veel. Wat verdorie. Je hebt meerdere persoonlijkheden. Ja. Moet ik me zorgen gaan maken, Kim? Nee, dat niet. Ik ken gewoon een psychiater. Ja! Ik heb 11 jaar geleden Hollands Next Topmodel gewonnen. Toen was ik 10. Ja. Wow. Toen was ik gewoon Noah's leeftijd. Ik weet niet wie dat is. Oh ja. Ik heb dus 11 jaar geleden Hollands Next Topmodel gewonnen. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk in een stijgende lijn. En nu doe ik van alles en nog wat. Nog steeds modellenwerk. En zit nice. In de jury van Hollands Next Topmodel. Dat is ook wel. Nice. En ik fotografeer heel veel. Mijn grote passie. Jeetje. En je hebt ook een hond. En ik heb een hond, want die is heel leuk. Want hij heet... Mickey. Hey, Mickey. Hey, we gaan iets leuks doen. Kim weet niet wat we gaan doen. Nee. En ik weet het wel. En dat vind ik fantastisch. Ik hoop dat je het niet lastig vindt om te doen. Ik ben niet zo'n hele verkeerde jongen, hoor. Dan zie je er ook niet uit, hoor. Nee, hè? Met mijn babyblauwe Adidas. Ja, en je lekkere blonde haar. Juist, dat bedoel ik. Hier ook. Het is wel alsof ik net uit bed ben gerold. Nee, maar ik ook. Maar dat klinkt heel verkeerd, alsof we dan samen net uit bed zijn genomen. Dat klinkt helemaal niet verkeerd. We kennen elkaar net een kwartier. Klinkt juist goed. De kijkers gaan allemaal dingen denken, nou hé, mijn street cred is nu omhoog gegaan. Goed, we gaan een challenge doen, we gaan een spelletje doen. Die heb ik al een keer eerder gedaan met Sanne en Montel, die ken jij. Jazeker. Ze zijn helaas nu uit elkaar. Ja, dat heb ik ook begrepen. Dat heb ik vernomen, dat is toch erg spijtig. Ik zou graag even 2 seconden stilte voor Sanne en Montel willen. Hopelijk gaat het goed. Mochten jullie ooit nog gezellig eens een kopje koffie willen komen drinken, je bent altijd welkom bij Kim. Nee, we gaan een challenge doen en die heet... The Porn or Fashion Challenge. En nou niet boos worden op me. Nou moet je niet boos worden. Nog niet. Nee, het is eigenlijk vrij simpel. We zien een uitsnede van een foto. Ja. Dus je ziet bijvoorbeeld een hoofd en dan moet je raden... Wie dat hoofd? Nee, Kim, rustig. Rustig, adem in, adem uit. Er is niks aan de hand. Oké, ik moet het even goed zeggen. Je moet op basis van wat je ziet raden of het een foto van fashion is. Dus uit bijvoorbeeld een magazine. Ja. Of een foto van een porno. En het is echt leuk. Een foto van een porno. Ja, of een screenshot of iets. Ja. We gaan even 1 test doen en dan weet je precies wat ik bedoel. Oké. Lieve kijkertjes thuis, sorry als ik tijdens deze video niet zo heel veel kan gaan zien. Maar goed, ja, het is niet echt de bedoeling dat ik porno op YouTube ga zetten. Dus kijkertjes thuis, doe gezellig mee. Geef deze video even een duimpje omhoog, want we genieten daarvan. En we doen hartstikke hard ons best om jullie te vermaken. Dus hey, je ziet dus dit. En dan moet je dus raden op basis van wat je ziet. Of dit fashion is of porn. Want soms zit het gewoon dicht bij elkaar. We zien hier dus een fotootje van een vrouwtje. Ik heb mijn antwoord al wel klaarstaan. Heb jij hem ook? Oké, ik ga aftellen. 3, 2, 1. Porn. We gaan allebei voor porn. Nee, we hadden het hartstikke fout. Snap je nu? Snap je wat het is? Ja, oké. Ja, nu ben je klaar, hè? Oké, Kim is ready. High five. Oké, we gaan nog een keer. Fashion of porn? Ja, nee, ik weet dit. Zo, Kim is wakker, hoor. Dit is porn. Iemand heeft er zin in. Goed zo. Oh. No. Waarom kijk je daarnaar? Ja, waarom doe jij dit? Ik doe helemaal... jij kwam met dit idee. Jij hebt zulke rare ideeën. Nooit. Oké, toe. Volgende. Oké, we gaan door. Oké, ik denk dat ik weet wat dit is. Dit is denk ik... Ik denk fashion. Fashion. Ja? Ja. Goed zo. Kijk, we zijn wel goed in dit spel. Mm-hmm. Dit is een hele interessante blik van een man. Ja, maar het kan ook een beetje... Ja, kun je het zien? Nee, ik denk... Het is porn. Ja, denk je? Ik denk dat als het fashion was, dat die pukkels weg waren geschopt. Maar... Wow. Kijk, en dit is waarom ik met Kim Veenstra deze challenge wil doen. Because you know this. Photographer, model. Jij ziet zulke dingen. Ik denk alleen, joh, deze gast heeft gewoon een beetje het hoofd alsof hij het heel erg naar zijn zin heeft als pornoacteur. Ik denk inderdaad dat het porno is. Ja. Ben je klaar om dit te zien? Ja! Lekker. Nou, het was niet heel lekker of zo. Nee, maar totaal wij zijn wel wat goed. Wat zeg jij? Ja. Oké, we gaan door. Kijk, dit is verraderlijk. Want je ziet een mannetje in een pak. En het eerste dat je denkt is, oh, dat komt uit een van de JFK-achtig magazine. Maar je weet het niet. Kim, je weet het misschien nooit. Misschien heeft hij wel daaronder helemaal niks aan. En is iemand hem gewoon... Een blowjob aan het geven. Ik denk dat het porn is. Kan niet zijn dat het zo easy is. Maar goed, jij mag er anders over nadenken. Ja, ik ga toch voor fashion. Ja? Weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker. Zij het! Oh, wow. Wow, dit is... Het is goed dat die foto's daar eens konden weggaan, want het is best wel intens. Heel intens. Zo'n kinderarm. Een kinderarm.
Oké, we gaan door. Kim, focus. Ja, oké. Dit is fashion. Ja, goed zo. Ja. Jij kan er zelf ook tussen staan, hè? Zou kunnen. Hé, ik zeg gewoon een hypothetisch... Je hebt toch allemaal foto's? Ja. Dit is... Zo, pak anders even mijn hele laptop. Neem hem anders mee naar huis. Prima. Ik denk dat het fashion is. Ja, ik denk het ook. Het is net iets te mooi. Kijk, dit is ja, net iets te mooi allemaal. Mondje. Wow, ik ben nog nooit zo ver gekomen met dit spel. Dit is mijn record. Je hebt ervoor gezorgd dat ik gewoon eindelijk eens een keer goed ben in iets. Yay. Yay. Gay porn. Denk ik. Denk je dat? Maar het kan ook een... Nee, ik dacht misschien een zo'n Jean-Paul Gaultier campagne, maar dan zou dit haar... Maar misschien is het wel gewoon een soort van behaarde variant van die campagne. Dat ze denken, yes, respect naar behaarde mannen. Ik denk namelijk dat het fashion is. Ja, ik weet het niet. Ja, het is niet makkelijk, hè? Ik doe gewoon porn. Jij bent echt zo gefocust. Ja, ja, ik ben fucking fanatiek. Alles aan het analyseren hier al. Oké, wat denk jij? Jij denkt porn. Ik denk het is niet Kim. We kunnen onze perfect streak nu kunnen we kwijtraken. Maar oké, we gaan gewoon voor porn. Is goed. Kim is bang. Ja, dat is porn! Nice! Trots op jou, trots op jou. Ben je trots op mij? Ik ben heel trots op mij. Oké, dit is dit is raar. Dit is een tepel, dames en heren, jongens en meisjes. Jullie kunnen het helaas niet zien, want anders wordt deze video offline gehaald. Maar we zien een daadwerkelijke tepel. Hoe raar is het dat als je nou zou zeggen dat dit de tepel van een man is, dan mocht het wel? Ja, dat vind ik ook stom. Dat is toch vreemd? Dat is heel raar. Ik denk dat het fashion is. Ik denk ook dat het fashion is. Okay. Ben je ready? Ja! Yes! Dat is een toffe foto, trouwens. Toffe foto, hè? Oké, we zijn bijna bij level 10. Als we deze goed hebben, zijn we bij level 10. Kim, maar ik heb nog nooit level 10 gehaald. Heb je wel door dat het de hele tijd naar fashion porn is en naar porn fashion? Nee, dat heb ik niet door. Heb jij dat wel door? Dat lijkt zo. Oh, we cracked the code. Maar net fashion, dus dit moet porn zijn. Ja. Jezus, je hebt het... Nee, maar dat kan niet hoor. Kan niet het om en om zijn. Dat zou te makkelijk zijn. Hé, hebben we deze niet net ook gehad? Nee, die hebben we net ook gehad. Dus deze is een fashion. Doe maar. Kijk, oké. En dan krijgen we nu next. Porn. Nee! Nee! Wat heb je nou gedaan? Ik was zo trap. Wat gebeurt er? Je was zo overtuigd van je eigen theorie. Ja, ik heb gewoon het voortouw genomen. Ik heb niet op jou gewacht. Nee, dat is goed. Zullen we nog een keer? Ja, we gaan nog een keer. Oké, dit is wel gelukkig iets anders. Dit is porn. Ik denk het niet. Nou, ik ga gewoon voor porn. Ik vind het een beetje vies uitzien. Oké, laat ik eens een keer op jou afgaan. Ik zei het. Wanneer luister je nou een keer naar mij in deze relatie? Omdat ik eigenwijs ben. Goed dat je zoveel zelfkennis hebt dat je dat weet. Dat mag ook wel, ik ben 32. 32? Ja, je bent gewoon 11 jaar ouder dan ik. Postverdorie. Nee, die heb ik niet. Je ziet er hartstikke goed uit voor een vrouw van 32. Dankjewel. Dan zeg je, jij ziet er ook heel goed uit voor een jongen van 21. Ja. Oké, we gaan door. Poging 3. Dit is porn. Ja. Zit je nou thuis achter je computer te en computertje? Zit jij achter jouw computer? Zit jij al thuis achter jouw computer? Dan... Ja, denk aan wat is dus het spel aan het doen? Google dan op fashion of porn, kan je het zelf spelen. Okay. Fashion. Jij zegt dat het fashion is. Ik zei het. Oké, we gaan door. Dit lijkt porno. Zij heeft iets te veel een porno hoofd, dat vind ik. Vind ik ook. Nee, kut! Hoe dan? Ik wil graag mijn management bedanken. En ik wil ook graag mijn moeder bedanken dat ze zo in mij heeft geloofd. En ik wil heel graag Calvin bedanken dat hij dit allemaal heeft mogelijk gemaakt. Bedankt jongens. Wil je die wel even heel gauw terugzetten? Dit moet de topper zijn. Ja. Je denkt fashion, maar ik denk dat... Ik ga voor porno. Hele foute porno. Ja, ik denk dat dit een truc is. Kut! Het was fashion. Kut! Oké. Ik heb helemaal nog niks gezegd. Ga nog één deze keer. Deze hebben we al gehad. Dit was porno. Dit was fashion, die hebben we ook al gehad. Saai. Oké, dit is... Dit is porno. Porno hoor. Juist. Oh, hallo hé. Doe even normaal. Jij wees er ook gewoon naar. Jij echt zo. En dan kijk hier. Kijk Kelvintje. 21. Je bent hier al moet je kijken. Oké, focus. Dit lijkt wel een soort van doorgedraaide huisvrouw. Ik denk fashion. Ja, want zij heeft ook echt zo'n tattoo in haar neus. Zie je dat? Een tattoo in haar neus? Van die oh ja, sick. Ik denk ook fashion. Kut! Wauw, oh my god. En je zegt kut. Nou, en dat was, dat het was ook. Echt een hele kut. Dat was echt een groot kut. We moeten hem even goed afsluiten. Hier, deze hebben we gehad. Ja. Fashion porn. Ja, hier kun je helemaal niks mee. Die armbanden, dat in de porno, dan hebben ze toch meestal nooit van een armband. Ja, wie draagt zulke armbanden in de porno? Oké, we gaan voor fashion, oké? Ja, we gaan voor fashion. Anders word ik echt weer een beetje boos. Als dit weer... Kut man, waarom hebben we het de hele tijd fout? Oké, nog één keer. Oké. Dit is fashion. Denk ik ook. Lekker. Dit is... Fashion. Ik denk porno. Met die schoenen. Dat is een truc. Oké, je dacht, zo gaan we niet de hele tijd denken. Doe maar gewoon fashion. Ja. Oké, goed zo. Dit is porn. Goed zo. Goed zo, Kim. Trots op jou. Dit was fashion. Kom op, richting de 10. Deze is fucking lastig. Je ziet er gewoon net niks. Je ziet twee ogen en een soort buik. Wat denk je wat dit is? Ik denk een dekbed. Dat dacht ik. Maar ik denk dat dit porno is, hè? Dat denk ik. Dat ze in een soort van gekke doggy style zit of zo. Ja, zo lijkt het een beetje. Met mooie hakken. Dat het om de schoenen gaat. Oké, we gaan toch fashion, man. We gaan fashion. Nee! Maakt helemaal niks meer uit. Nee! Nee! Nee!
saai. Kak. Ik vond het wel leuk. Maar ik voel hem maar. Ik wil zeggen dat ik er weer heel veel van geleerd heb. Ja, echt? En weet je waarom? Wat heb je hiervan geleerd? Dat je nooit moet meedoen met video's van Kelvin. Nee, dat je nooit je eigen gedachten moet laten mindfucken. Okay, wow. Want je denkt dat je iets ziet en je denkt dat dat het echt is. En je bent gewoon volledig overtuigd. Maar nee. Is het eigenlijk totaal iets anders. That's deep. Dus. That's deep. Wil jij mijn broertje zijn? Ik wil je broertje zijn. Ik heb wel twee leuke broertjes, maar jij mag erbij. Yes, yes. Ik ben een broertje van Kim. Yes.